iemand iets wil zeggen, ga je gaan. Wat me bezighoudt, Hans, is dat een stukje van ik ben niet mijn lichaam. Gisteren had je het ook over Nisa Pelletta. I am. Soms merk ik wel, oké, ik ervaar dat ergens. Op een ander moment ben ik heel ver vandaan van me gevoel. Hoe blijf ik daar een beetje bij eigenlijk? Hoe kom je eruit? Probeer eens niet te zijn. Ja. Dus de ik die probeert bij I am te blijven of te komen, die hele beweging is in dat zijn. Het is er altijd in. Voordat ik iets probeer, is het. Tijdens dat ik iets probeer, is het. En erna is het. Het is altijd. Maar dan ben ik het me minder bewust. Maar het punt is dat die ik is het minst relevant. De ik is een beweging in het zijn. Die ik gaat het zijn nooit te pakken krijgen, dat is onmogelijk. Want het is niet een iets wat je te pakken kan krijgen. Het is wat je bent. Pak hem wel, maar... Dus wat het ik wil, is niet zozeer zijn. Hij wil een bepaald gevoel. Dus het kan voorkomen dat iemand een keer een heel sterke ervaring van aanwezigheid heeft. En dat voelt op een bepaalde manier. En dan is hij op zoek naar dat bepaalde gevoel. Maar zijn is geen gevoel. Zijn is dat wat de gevoelens ziet. Het gaat eraan vooraf. Of het is het onderliggende, zo je wil. Dus wat dat ik eigenlijk wil, of zegt, is dat hij een permanent gevoel wil. Maar gevoelens zijn impermanent, oftewel tijdelijk. It's impossible. Ja, there you go. Thanks. That's it. Ja, ik heb ook wel een vraag. Denken, daar identificeer ik me heel erg mee. Welke richting kan ik het zelf onderzoeken? Is denken... Nee, anders. Besta je ook als er geen denken is? Dan is er ruimte. Nee, maar dat is mijn vraag niet. Besta ik ook? Ja, besta je ook als er geen denken is? Het ik bestaat dan niet meer. Maar jij? Ik wel. Ja, dat bedoel ik. Dus denken is niet je identiteit. En het kan druk zijn, het kan afwezig zijn, het kan... mooie gedachten produceren of vervelende, maar het is niet wat ik ben. Het is wat je kent. Ja. Pak me heel blij. Ja. Cool. Of emoties, denken. Dat, ook dat verschijnsel.
op dat moment van wat je bent? Nee, gewoon een verschijnsel. Pas als je zegt dat je dat lichaam bent, kun je zeggen dat gedachten en emoties daar iets mee te maken hebben. Maar jij als gewaarzijn, het zijn gewoon verschijnselen, verder niks. Eigenlijk betekenen ze dus niks. Of anders gezegd, doordat er een gevoel of een gedachte verschijnt, daaruit kun je afleiden dat je bestaat. Maar voor de rest heeft het geen betekenis. Verschijnt en dan gaat hij ook weg. Ja, en basically gebeurt er niks. Want het onderliggende, zal ik maar zeggen, of dat wat ziet, wordt er niet anders van. Nee. Het wint er niks bij en het verliest niks als het weer verdwijnt. Het is net een scherm. Ja. Dat niet waarneembaar is en zo, dat snap ik. Maar wat is dan zelfrealisatie? De vernietiging van het geloof in afgescheidenheid. Ah, ja. Dus dat is wel iets, dat geloof in afgescheidenheid. Dus dat kan weg. Ja, het is het wegvallen van iets. Het is het nooit het krijgen van iets. En dan kan er dus op praktisch niveau nog steeds gezegd worden, mijn pen en mijn klokje. Maar de beleving is altijd een ongebroken, niet gefragmenteerdheid. Terwijl normaliter vanuit ik ben iemand idee, dan ik hier, jij daar. En, ja, je kent het wel. Maar dat zijn allemaal ideetjes en die vallen gewoon weg. Dan is er een non-duale belevenis. Te volgen. Dat noem jij verlichting. Ja. En dan vanuit mijn boeddhistische conditionering. En toch, hij drinkt, hij drinkt, hij rookt, hij heeft een relatie, hij heeft seks, hij weet niet veel. Hoe zit dat? Nee, dus blijkbaar kloppen die aannames niet. En we hebben dus, en dat is vaak zo, dat, laten we zeggen, moralistische of normerende dingen gemengd worden met waarheid. Ja. Maar, ja, voor mij heeft dat daarmee te maken. Heel veel religies of levensbeschouwingen hebben lijstjes wat wel en niet mag. Nou, er is heel veel gemengd van verlichting met heilige ideeën. Ja. Ja. Maar het heeft niks met elkaar te maken. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? Van mijn idee, het idee over verlichting. Van dus, wat je zegt, is zo vermengd met ja. Hoe het hoort, zeg maar. Of ja. Wat. Of de idealen die mensen hebben. Ja, ja. Dus ze zouden graag onfeilbaar, perfect, altijd blij, goed, liefdevol, weet ik van wat, willen zijn. En dus verwachten ze dat verlichting daaraan voldoet. Ja, bijna iedereen heeft een lijstje ergens in zijn achterhoofd van als ik verlicht ben dan. En dan staan daar de 10 wensen of zo. En die zijn altijd onrealistisch. Okay.
verlichte persoon waar ik dan op satsang ga, die moet dat dan eigenlijk ook hebben. Want anders kan ik niet met mijn vrienden met Hans aankomen. Ja. Ja. Ik snap dat wel, dus hoop op af te denken op die Hans-figuur. Ja. Maar verlichting gaat dus over die shift van je afgescheiden wanen naar geen afgescheidenheid. Dat er dan soms neigingen oplossen of wegvallen komt voor. Maar niemand gaat erover welke wel en niet wegvallen. Dat is een spontaan gebeuren. Nou, ik heb een paar van die dingen die zijn niet weggevallen. Ze mogen van mij morgen ophouden. Als dat zo is, zal ik er geen traan om laten. Maar ik ga ook niet zeggen van ik moet hier en daar aan voldoen. Voor wat eigenlijk? Dat was ik even in de war, dan dacht ik zo van, maar als je eigenlijk volledig in die aanwezigheid gaat, dan is het wel zo dat je eigenlijk alles op een manier ziet verschijnen en verdwijnen. En dat je eigenlijk toch wel meer in die, meer in die afstandsmodus. Zodat je toch eigenlijk... Niet in de zin van op een afstand houden, maar er is altijd dat ruimtelijke besef. Ja. Yes. Maar dan zal er ook geen neiging zijn, bijvoorbeeld, om iets uit de weg te gaan. Zoals een geïdentificeerde kan doen. Van, ik ben hier bang voor, dus ik ga daar niet mee om. Of, weet je wel, die heeft dan allerlei strategietjes. Wat ertoe kan leiden, dat mensen dus een beetje toeschouwer zijn in hun eigen bestaan, in plaats van te leven. Maar als er awakening is, is dat natuurlijk uitgesloten. Van er is gewoon leven, maar niet in iemand die dat doet. Er is geen neiging iets aan te gaan of uit de weg te gaan. Het gaat zo het gaat. Maar er is geen doel, er is geen strategie, er is geen ambitie, geen vlucht. Niks, eigenlijk. Ja. Het zijn twee levels. En soms het lastige van alle levels lopen door elkaar. Het is altijd goed om te vragen. Als jij het dan hebt, Hans, over de nieuwe verbindingen leggen, de pathways, dan heb je het ook op het level van het volwassen zijn. Ja, maar uiteraard is het ook zo dat als verlichting optreedt, dan gaan die hersenen ook anders worden. Dat is geen doel op zich, maar dat gebeurt gewoon. Dus het wordt heel moeilijk. Afgescheiden denken lukt dus niet. Ja, nee, dat snap ik. En dat is ongetwijfeld ook te zien hier aan die binnenkant. Dat het op een andere manier functioneert, zeg maar. En ook daar vallen er dingen uit. Dus er komt ongetwijfeld wat bij in de zin van een andere verbinding. Maar wat vooral opvalt is dat dingen niet meer pakken of niet meer opkomen of niet meer begrepen kunnen worden zelfs. Maar door sommige gewone dingen, niet altijd, maar soms verschrikkelijk veel moeite kosten om te kunnen begrijpen. Dus dan zitten mensen met dingen en dan soms dan reageert het niet. Dus dan zit je zo van. Maar dan ben je vergeten dat het verhaaltje begint met het creëren van een ik en een toekomstprojectie en dan. Alleen dan kun je teleurgesteld zijn, bijvoorbeeld. Maar als er geen verhaal is, dan zit je een beetje als zo'n onnozel. Ik zei het gisteren, geloof ik ook, een onnozel oog met zo'n vraagteken erboven. Geen idee waar het over gaat. Lijden is heel complex. Daar moet je heel veel voor doen.
Het enige waar je niks voor kan of hoeft te doen is vrijheid. Al het andere, daar moet je heel erg je best voor doen. Ik heb het niet helemaal goed verstaan, kan ik het niet zeggen? Vrijheid is eigenlijk het enige waar je niks voor kan of hoeft te doen. Al het andere, lijden bijvoorbeeld, vergt heel veel inspanning. Dat is heel apart. Terwijl normale mensen zien dat precies andersom. Die denken dat bevrijding heel moeilijk is. Wie prompt er dan in? Bijvoorbeeld jaloersheid en ongeduld en zo. Dan leren die ouders u toch niet aan? Nee. Volgens mij zijn ouders tamelijk bezitterig. Toch? Daar zit het al in. En verder is het niet erg dat er iets opkomt. Dus er kan een jaloers gevoel opkomen. Maar als er geen identificatie is, dan is het na 3 seconden weg. Maar om er een heel verhaal van te maken, dan moet je echt heel veel energie in pompen. Je moet dat aan de gang houden. Want mijn vrouw of mijn man, die weet ik veel wat hij dan nou weer gedaan heeft. En dat mag niet, en weet ik veel, een hele normen en waardestelsel moet je in de lucht houden. Dat is echt verschrikkelijk ingewikkeld. Maar als dat er niet is, dan komt er gewoon een... weg. En dat is leuk, want dan kun je zien van dat het niet eens gaat over jouw persoonlijke leventje, maar duizenden jaren apen... Weet je wel, en die doen bepaalde dingen op bepaalde manieren en dat is handig voor het functioneren in de sociale context van die beestjes. Dus dat die gevoelens opkomen, dat is niet eens privé. Dat is gewoon, ze zitten die dingen in elkaar. Zo'n biologie. Of chemie, zo je wil. Weet je wel, maar wij claimen alles en denken, ik ben jaloers. Nee, er wordt een jaloerse beweging gadegeslagen. Heeft helemaal niks met mij te maken. It's just the programming. Oké, cool. Mag gerust. Ruimte zat. Houdt toch geen stand. Daarom vind ik irritatie altijd leuk. En dat soort dingen. Gebeurt er weer eens even wat. Is leuk. Leven zonder ergernis is niks aan. Hè? Daar ben ik een groot fan van. Hans, als je zegt van, er is niks aan. Ik zie wel dat inderdaad dat je zegt lijden, hè, dan moet je het doen. En ik vertaal het ook een beetje, als je nou een ik in stand wil houden, dan moet je heel veel doen. Ja, zeker. En het realiseert me ook. Eerst dacht ik, ja, een soort kutstintje toe, waar ik dat in zit en hoe we wat. Nulverhaal. Ja. Doe het allemaal zelf. En toen dacht ik, ja, maar als ik dat zelf in stand hou, dan alsof het toch een soort verslaving is aan iets waardoor ik het iedere keer blijf doen. En... ja, mooi gezegd. Het is inderdaad een soort van, je weet wel wat je moet doen om eruit te gaan, maar lijkt het weer zo lekker te voelen of zo. Zeker als je leventje, als je dan zegt, nou, ik ben inmiddels een beetje redelijk volwassen. In je leven heeft geen al te grote drama's meer. Dan heb je daar wel heel veel. Nou, dat levert dat in stand houden van dat ik hier ook wel heel veel op, weet je. Dus tot het punt dat ik mezelf zit af te vragen, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? Dat ik heel eerlijk ben. Wat wil ik nou eigenlijk? Ja, goeie vraag. Dat is denk ik een van de belangrijkste vragen die er is. Wil ik er echt vanaf, of niet? Ja. Of vind ik het gewoon eigenlijk stiekem wel lekker? En dan gaat dus waarheid over, gewoon te ontdekken hoe dat zit. En als ik erachter kom dat ik dat wel lekker vind, dan is dat het. Dat is toch prima? Ik voel wel dat ik het heel fijn vind om het hardop te zeggen. Zo van, ja, dit is wel waar ik
in alle eerlijkheid met die God loopt. Yes. En ik denk iedereen, als we durven kijken. Het ergste wat er kan gebeuren is leegte. En dus vullen we dat op. Nisargadatta zei al een keer, en dat hoor je heel weinig non-dualistjes vertellen. Leven is onverdraaglijk. De meeste spirituele lui die hebben allemaal zoiets van leven is geweldig. En, weet je wel, nou, hij is niet van die school. Leven is gewoon afschuwelijk en daarom prop je het vol. Want he, mensen roepen vaak van, ja, ik wil graag zijn of dat soort dingen of waarheid. No, you don't. Ja, af en toe een beetje. Maar niet de hele tijd, permanent. Want dan word ik knettergek. Het is veel handiger om ergens iets van te vinden, om een doel na te strijven. Om er opinies op na te houden, weet je wel. En niemand wil leeg zijn. Bijna niemand. Want dan kun je niet bij je aankomen bij je vrienden. Wat vind jij ervan? Ja, niks. Heb je hier of daar zin in? Nee. Oh, heb je daar geen zin in? Nee, dat zeg ik niet. Er is geen zin tot iets. Niet wel of geen zin. Gewoon. Dan ben je een soort afwezigheid. Weet je wel? Dat vindt niemand leuk. Dus mensen roepen dan graag van, ja Hans, ik wil graag zijn en zo. Maar ze zijn gewoon de godsganse tijd bezig. Dus ze willen helemaal niet zijn, ze willen bezig zijn. Dat is iets heel anders. En dat is oké, hè? Ik heb daar geen oordeel over verder. Maar het is wel wat ik zie. Dus stellen we aardse doelen, spirituele doelen enzovoort. Zodat we bezig kunnen zijn. Terwijl dat zijn, wat we dan pretenderen te zoeken, daar is er de hele tijd al hoor. Right now, compleet beschikbaar. Geen toegangskaartjes vereist. Geen goed gedrag nodig en dat soort dingen. Het is gewoon right here. Het is aan gewoon wachten tot het kwartje valt van, oh god, wat ben ik nou zo druk mee bezig of zo? Ik weet niet of het een wachten is, maar we kunnen ons die vraag stellen, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En als ik daarnaar kijk, dan zie ik gewoon dat die leegte of die openheid, of hoe je het wil zeggen, die is er. Maar bijna niemand is daar, maar die is de hele tijd bezig gewoon eigenlijk daarbij uit de buurt te komen. Terwijl ze heel hard roepen daar naartoe te willen. Is gewoon niet waar. Eventjes. Weet je wel? En dan 5 minuten. Knank, knank, knank. Gewoon weer verder met, weet ik wel. Iets. Iets najagen. Pardon? Of een Netflix. Ja, sure. Anything. Alles beter dan die leegte. Alles beter dan werkelijke stilte, alles beter dan echt uit elkaar vallen. Ja, maar mee komt dan continu de vraag van, maar ja, wat moet ik dan? Er moet niks meer, maar dan, ja, dan ben je daar gewoon. En dan, yes. En dat, dat is zo, ja, onwerkelijk en nergens gezien rondom u. En dan is dat zo, ja, dan... Voor het ego is dat ook heel moeilijk, want ego is gewoon een beweging altijd van hier naar daar. En bij realisatie is er geen hier en daar meer. Dus je bent doelloos of nutteloos, zo je wil. Niet misschien in de ogen van anderen, want er zijn er die mij vertellen van, oh, wat jij doet, dat, ja, dat is dan, weet ik veel, gunstig of nobel of weet ik veel wat. Ik heb die indruk niet. Ik ben gewoon maar. En dan komt er dit uit. Maar er is geen plan of zo. Bij mij komt er dan altijd zoiets op, zo van, wachten we toch een keer nuttig. Ja. Ja. Dan heb je het gevoel van overal waar je mee bezig bent. Uiteindelijk, aan de ene kant wordt alles immens rustig rondom u en in uw leven. Aan de andere kant is er dan de, die andere drang rondom u zo van, doe een keer meer iets, doe dit, doe dat, doe dat. En dan, dat is zo,
verwarrend en dat botst continu. Nee, tot het niet meer verwarrend is. Dus ook dat is gewoon deel van het spelletje. En op een gegeven moment dan hoor je nog wel wat er gezegd wordt. Maar het komt helemaal niet binnen. En het zegt iets over de ander, niet over jou. Als mensen geloven in nuttig, weet je wel, doe eens iets nuttigs. Dan zou ik bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen, oké, leg mij eens uit wat nuttig is. Really, wat is nou echt nuttig? Dan komen die mensen in grote problemen, want je kunt dat niet uitleggen. Je moet een heel bouwwerk creëren om te gaan zeggen, binnen deze context is dat en dat nuttig. Maar op een totale, een schaal van totaliteit, nuttig? Welke menselijke handeling is nou nuttig of onnuttig voor het universum? Dan hebben we het nog niet eens over waarheid, maar laten we zeggen het universum. Dat is vrij groot, hè? Welke handeling doet er toe? Ja, geen één. Dus ga je maar lekker nuttig zitten wijzen. Ik ga gewoon een beetje de leegte inkijken. Dat vind ik veel interessanter. Nuttig. Hartstikke nuttig dat we met z'n allen zoveel overbodige troep maken. Dat noemen we dan werken. Een shit maken die niemand nodig heeft, eigenlijk. En dan elkaar vertellen dat we dat wel nodig hebben, dus dan gaan we dat willen. What's the point? En dan vervolgens dan flikkeren we het in de oceaan en kunnen we daarna weer opruimen. Nou, dat is lekker nuttig allemaal. Dus ja. Kunnen we dan naast ik ben, is gelijk aan het doet er niet toe? Ja. En niet op een negatieve manier. Nee. Want ego kan ook roepen, het doet er niet toe, maar dan kan je dat wegzetten. Maar niets doet ertoe. Niets is ook meer dan iets anders. Of belangrijker dan iets anders. Dat is nou net zo. Dan wordt het niet zinloos, zeg ik dan, maar zinvrij. Dat is hartstikke mooi. Er zit een soort, je zou bijna zeggen, schoonheid in. En het is heel helder en heel radiant. Waarnemen is dat twee andere mensen waarmee ik in een huis woon, dat die dat eigenlijk alle drie een eigen plek hebben. En ik voel dat het goed voor me, dat het bij me past om af en toe naar mijn eigen plek terug te gaan en daarna weer bij elkaar te komen. Maar de vraag is dat dan een soort weglopen? Ik denk, net als met de oceaan, hè? Het is soms eb en soms vloed. Dus op het niveau van het organisme lijkt het me niet handig om de hele tijd tussen mensen te zijn. Plus een organisme heeft op een gegeven moment genoeg prikkels. Weet je wel, dus, maar je kunt wel voelen van ga ik nu naar mijn eigen hok om iets te ontlopen, dat kun je voelen. Of ga ik gewoon, is er een natuurlijke behoefte om even alleen te willen zijn. Dat voelt verschillend, maakt mij verder niet uit. Iedereen die mag van mij in zijn hok gaan zitten. Maar je kunt dat verschil wel voelen. Als je je eigen volheid ervaart, dan vallen ook de wensen eruit. Ja.
dan vraag je af zo van hè, waar je echt naar verlangd hebt. Of een wens. Een wens is altijd toekomstgericht. Dan vallen de wens, dan heb je zo, vraag je die van, is dat nog belangrijk? Nee. Is dat nog belangrijk? Nee. Is dat nog belangrijk? Nee. Een paar kleine wensen of zo van, zijn die kleinkinderen nog belangrijk? Ja. Maar alles andere is zo. Moet je nog even doorgaan? Nee. Het is genieten in jezelf. En dan kom je van de armoede in de rijkdom. Yes. Ik vertelde dat vanmiddag aan de tafel. Ik heb één keer gevraagd van wat zit achter het verlangen? En het verlangen viel eruit en de stralendheid op een kwam naar voren. Ik merk dat ik dit weekend meer durf te zeggen. Mooi. Maar het zijn allemaal doorleefde. Het is doorleefd. Geen boekenwijsheid. Mm-hmm. Ja, mooi. Zo bizar inderdaad dat we dus die compleetheid die er al is, inruilen voor iets. Ik moet later dit of dat worden of krijgen en dan ren ik er vandaan, de hele tijd er vandaan. Oh man, dat is echt vreselijk. En hopen we daar grens, als we dat dan eenmaal gedaan hebben of gekregen hebben. Dan ben ik gelukkig, daar Gent. Terwijl je enige kapitaal is hier. Omdat dat zo massaal gebeurt en al door de eeuw heen, dat vind ik zo... Amazing. Mm-hmm. En mensen maken het elkaar de hele tijd wijs. Streef hier naar, streef daar naar, jaag dit naar. In plaats van gewoon te zijn en te kijken wat er op je toe wil komen. Het is veel relaxter. Je zit gewoon die volheid te ervaren en er komen dingen voorbij. Oh, oké, mag je daar even mee spelen? Dan vertrekt het weer en dan weer iets anders. Maar die compleetheid, die wordt niet meer of minder. Ja, maar dat ik dat zo kon ervaren in mijn werk, hè, dat ik aan het spelen was, dat het allemaal niet meer klopte ergens. Maar ik heb daar toch niet zo heel veel in veranderd. Want dat, ik heb geen idee hoe ik dat zou kunnen doen, eerlijk gezegd. Er komt geen verandering, in ieder geval geen volgende stap van iedere keer heb ik het gevoel dat ik weer iets moet met iemand, of dat er een vraag gesteld en ik moet het antwoord weten. Ik weet het misschien een beetje, of ik kan wel iets doen. En soms is het wel gezellig en leuk. En dus het is heel van alles en nog wat komt er langs. En dat is ook wel zo'n goed gevoel. En dan weer shit, wat is dit dan weer van onzin? Ik weet gewoon niet zo hoe ik daar. Mijn werk moet zoeken. Ik had het gewoon. Ik ben er even hier mee aan. Oké.
Kun je die compleetheid voelen nu? Gebeurt er? Ja, ik ben het in mijn kop. Ja, dus, in je hoofd kun je het niet voelen dus. Hè? Het gebeurt vanzelf hoor. Dus het punt is, waar ik eigenlijk heen wilde, is van, het gaat er niet om om uiterlijke dingen te veranderen, maar het is veel meer een innerlijk ding. Van als je gewoon die aanwezigheid, of hoe je het wil noemen, voelt, right now, en je houdt dat als focuspunt, dan gaat je besef daarvan toenemen. En dan gaat er vanzelf in die zogenaamde buitenwereld dingen anders. En dat is iets heel anders dan moedwillig van, oh, ik moet minder werken of anders werken of weet ik wat. Dat kan ook allemaal, maar dat is volgens mij de achterste voren benadering. I need to change. En op het moment dat ik dus aandacht ga krijgen voor die volheid of die compleetheid, gaat die zich uitdrukken. Maar als ik hier veranderingen ga najagen, dan blijft mijn aandacht daar. Nou, aanvankelijk dan hebben we nog niet gerealiseerd dat we die volheid of aanwezigheid zijn, als het ware. Maar we kunnen hem wel proeven. We kunnen hem ervaren. Iedere keer dat je hem ervaart, word je daar sensitiever voor. En dat zou eigenlijk de focuspunt kunnen zijn. En de rest van interacties of werk, ja, dat is allemaal wat daar plaatsvindt. Dat is prima. Maar ondertussen ben ik gewoon bezig hier, nu, dit te ervaren. Right now. Ik ben nu ook aan het werk. Maar de aandacht is eigenlijk altijd in of als die compleetheid. En desondanks kan er gepraat worden en die handen die gaan heen en weer. En stuff. Dus net als zeg maar, we kunnen die hand volgen en daar heel erg op gefixeerd, maar die beweegt door iets, namelijk door niets. En van dat niets, zeg maar, is veel meer dan activiteit. Dus er kunnen heel veel activiteiten zijn, maar als ik als het ware sensitief ben voor de space, voor de emptiness, dan wordt de hele beleving anders, onmiddellijk. In feite is het gewoon niet de hele tijd proberen dingen te veranderen, maar terug. Ja. Ik denk een willen gaan veranderen is precies de verkeerde kant. Ja. Step back a little. Just be. En dan zie je wel wat er wil veranderen of niet. Ja. Altijd. We rennen de verkeerde kant op. Ja. En we hebben ook het gekke idee ontwikkeld dat als we niet de hele tijd in die do-modus zitten, dat er dan geen dingen gebeuren. Dan maken we onszelf wijs. Maar dingen gebeuren gewoon. Ik hoef niet een ego in de lucht te houden om het gras te maaien als dat nodig is. Want je ziet gewoon wanneer dat nodig is en dan voordelen ergen en toch. Gaat vanzelf. En iemand anders die interesseert gras niet, dus die laat het 3 meter hoog, gaat ook vanzelf. Dan heb je geen ego meer nodig. Als gemaaid moet worden, dan weet ik dat. En dan laat ik het uitstaan. Ja, dan ben je nog langer gras aan het maaien. Ja, ik vind het niet goed dat ik niet volg bij mezelf. Misschien vind je het leuk om te leiden. Ja.
Daar lijkt het op. Weet je wat het is, hè? Vanuit de ik-modus. Dingen uitstellen kan een vals gevoel van macht geven. Je verzet je tegen de helderheid die heel duidelijk laat zien deze volgorde, dit is wat er nu moet. En het kind, zou ik maar zeggen, kan gaan zeggen, en ik doe het niet. De autoriteit. Ja, gewoon om zijn eigenheid, om zijn macht te bewijzen. Het is een hele ineffectieve manier, het is heel dom eigenlijk. Maar ja, zo gaat dat. Daar komt het mij, daar komt er in mij op als ik dat vooruitschuiven, procrastination, weet je wel, dat is ook een control dingetje. Ik wil het zelf bepalen. Ja. En dat is hartstikke dom, want je wordt eigenlijk geholpen door het universum, als je het al dualistisch wil zien. Die laat gewoon zien van nu is dit aan de orde en dan, je hoeft niet eens na te denken, je kunt het zo zien. Dit, nu dit en dan dat. Maar nee, ik ga naar een andere volgorde, ik ga het niet doen. Kijk maar eens even. Het stapelt zich ook. Ja, uiteraard, het wordt een bende. Dus ik ben hele simpele. Ik heb gewoon de neiging om dat te doen wat comes next. En dat zie je vanzelf. Je moet het wel zien, hè? Maar ik denk dat iedereen het ziet. Eigenlijk weten we het wel. En sommigen willen het niet zien. Voilà, that's it. En dat heet dan willfully blind. Moedwillig blind. Maar ze zien het wel. Dus met ontkennen ook, hè. Je moet het eerst kennen voordat je het net kan doen alsof je het niet gezien hebt. Dus ik vind het een heel raar verhaal. Het is niet effectief, het kost een heleboel levensenergie. Weet je wel, ergernis en ellende. En... terwijl, van, joh, je doet eerst dit en dan doe je dat. Het is gewoon een hartstikke leven, is simpel. Ja. Daarom heet het ook moeilijk doen en problemen maken. Dat moet je doen en maken, want ze bestaan niet. Maar het mag gerust. Maar dat is toch per definitie problemen scheppen? Weet je wel, ja. En dat ervaren, dan weer snel heel slim worden en problemen oplossen en daar geweldig in worden. Dus in die zin, ja. Uitstellen is natuurlijk ook gewoon heerlijk bezig zijn en vooral niet hoeven te veranderen. Ja. Yes. En het gevoel levend te houden dat leven een gevecht is. Het is allemaal struggle, struggle. Ja, op die manier wel, ja, precies. Ja, dat glas moet bij mij ook gemaakt worden. En ik wil het ook niet. Maar wat bij mij wel heel erg helpt, toen ik een van je laatste filmpjes zag over volwassenheid, en al die kenmerken die je daar opzond, die je hebt opgeschreven, en die stel ik me, die lees ik mezelf steeds voor. Oké. Dus vast niet wil maaien. Nou, ja, zo. En dan denk ik, oh, wacht even, dit is de onvolwassen John die nu aan het woord is. En dat is eigenlijk voldoende om dan... En ik dacht dat ik volwassen was, maar nu blijkt dat ik toch behoorlijk onvolwassen ben. Dit is een heel volwassen houding om dat te kunnen erkennen. Dus dank voor die opzomming. You're welcome. Ik geef hem ook door over zo'n ander. Mag, prima. Ja, jouw directheid die spreekt me aan, die heb ik niet zo. En die ga ik ook eens proberen bij mensen. Dus toen ik een paar keer toen verteld, ik zei, nou je mag alleen terugbellen als je in de volwassen modus zit. En dan is een tijdje stil en dan wordt er gebeld. Dan zeg ik ze, dankjewel, Simon. Dat is wel wat ik nodig had. Mooi. Dus dat zeg ik ook tegen jou. Ja. Dat ik het via de video tegen mij gezegd. Oké, okay, cool. Want het geeft gewoon helderheid, hè. Onderdoor te spelen, gewoon twee volwassen mensen die even aan het bellen zijn, hoe staan de zaken ervoor? Ja. Ja, dan zit eigenlijk altijd zo klaar. Ja. Geen oeverloze... Ja. Yes.
Ja, cool. Dankjewel. Daarvoor was dat ze zouden weglopen als ik dat zou vragen. Ja, doen ze niet, hè? En dat heb ik toch nog niet gezien. Nee, valt reuze mee. Het rommelt wel een beetje, maar uiteindelijk gaat toch de telefoon weer. En misschien dat er eentje wel verdwijnt, maar daar zul je dan heel opgelucht over zijn. Ja, want het wordt toch dat is. Maar vooral mezelf bellen. Dat is dus de metafoor. Laat ik vooral mezelf bellen om te vragen of John Bever was om hier naar te kijken. Uh-huh. Dat is de grootste boodschap. Doe maar. Koffie, thee, limonade, zelfgevulde koeken.